Welkom in de nieuwe Drivestream video die zich weer afspeelt in Hezen, vlak onder Eindhoven bij Hoefnagels. En ja, als je bij Hoefnagels bent, dan staat er Ferrari. En hij belde op, hij zegt, joh, ik heb iets unieks staan om mee te rijden. En dat gaan we dus maar eens doen. Ja, en je hebt Ferraris en je hebt gelimiteerde Ferraris. En gelimiteerde Ferraris, ja, dat is de hot fudge. Dat zijn de bijzondere topstukken. En dit is er bijvoorbeeld eentje van, de LaFerrari. 499 stuks van gebouwd, maar de Ferrari die wij vandaag gaan rijden, die is exclusiever dan een LaFerrari, want daar zijn er nu eenmaal minder van gebouwd. Toch blijft het uniek, hè, om een LaFerrari te zien. Ja, en die hebben wij al eerder gereden op Driver's Dream. En dat was een zwarte. De meeste zijn gebouwd in het rood. En ja, heb je een ander kleurtje, bijvoorbeeld geel of zilver, dan zie je dat nu ook wel terug in de prijzen. Want een niet-rode LaFerrari is eigenlijk weer duurder nog dan een rode. Alsof een rode niet duur genoeg is, want dit soort topstukken zijn inmiddels gewoon aanbeland bij 4 miljoen. Ja, en wil jij de LaFerrari zien? Kom dan naar de Rij in Amsterdam. 28 maart tot en met 1 april, de Amsterdam Motor Show. Meer dan 350 supercars, hypercars, classics, youngtimers, alles is aanwezig. Waaronder ook de LaFerrari en de Aperta, oftewel de Cabrio, waar er maar 210 van gebouwd zijn. Van de coupé 499 stuks. We hebben ze in het rood, in het zwart, in het geel. Elke kleur die jij wil. En ben je op zoek naar kaartjes? Dat komt goed uit, want Driver's Dream heeft ze met korting. Hier staat de kortingscode DDLIFE. Vul dat in, ga naar de site en dan koop je jouw kaartjes met 7,50 korting voor de Amsterdam Motor Show. Zie ik jou daar? En kleurtjes, ik wilde deze er toch even uitpakken. Dit is een 488 Spider, een niet gelimiteerde Ferrari. Dus je zou kunnen zeggen, niet heel bijzonder. Dat is hij natuurlijk wel, maar kijk eventjes gewoon naar de specs. Het mat grijs met heel veel carbon, gele stiksels en dan nog de tricolore eroverheen. Deze is gewoon van voor tot achter langsgegaan bij Telemate. Ja, dan heb je wel wat unieks. Ja, en unieke kleurtjes, dat is dit ook. Hè. Op zich is het natuurlijk al een hele bijzondere, want de kenners hadden het al gezien. Dit is een Ferrari Scuderia 16M, oftewel de cabriolet, waar er maar 499 stuks van zijn gebouwd. Maar let eens even op die kleur. Dat is het Rosso Fuoco, dat is een hele bijzondere kleur rood. Ja, Ferrari heeft tig soorten rood, maar zelden zie je eigenlijk deze kleur rood op een Scuderia 16M. Dus uniek om even te zien. Maar de meest unieke Ferrari die hier staat bij Hoefnagels, ja, dat is deze. Een oudje. Of oud, nou ja. Bij een nieuw millennium werd die geïntroduceerd, 2000, dus 24 jaar oud inmiddels. Maar er zijn er maar 448 van gebouwd. En wij, ja, wij gaan dit unieke exemplaar gewoon rijden. Ja, welkom aan boord, Driver's Dream kijkers, van een speciaaltje hoor. Potverdomme, de Ferrari 550 Barghetta Pininfarina. Ik zei het al, 448 stuks gebouwd en deze stond ook nog wel eventjes op mijn lijstje om af te vinken. Heel kort heb ik hem ooit een keer gereden, echt jaren en jaren terug. Ja, en nu weer een keer hierin zitten, dat is een trip down to memory lane. Mijn zonnebril heb ik erbij opgezet, ondanks dat het natuurlijk gewoon Nederland is en totaal niet nodig is. Maar ja, ik wilde toch een beetje dat Dolce Vita gevoel krijgen, dus ik zet hem gewoon op. Ja, ik weet het allemaal nog heel goed. Het was 2000 en ik was op dat moment werkzaam bij het tijdschrift Quote. En nou ja, ik schreef natuurlijk over de auto's en toen kwam deze auto uit. Ik weet daar gewoon nog alles van. Ik weet uiteindelijk dat van de 448 stuks 7 in Nederland zijn beland. Althans, origineel Nederlands geleverde. 5 rode, een gele en een zwarte. Ja, en die zwarte, die ken ik nog goed. Want ik ben toen ook de Quote Challenge gaan organiseren. En toen reed een zwarte mee. En die klonk een stuk beter nog dan deze. Want dit is een standaard auto die nog steeds prima klinkt. Maar die was zeg maar straight piped toen al. Ja, geweldig. Die auto die heeft altijd indruk op mij gemaakt. Die 550 Barghetta. En nu zit ik er weer in. Ja, en mijn voorliefde voor de 550 Maranello, die mag nou wel bekend zijn bij trouwe kijkers van Driver's Dream. En als je dat nog niet bent,
Ik hou van de Ferrari 550 Maranello. De 12 cilinder voorin. De laatste echt handgeschakelde. Natuurlijk zijn er van de 575 nog een aantal handgeschakeld gemaakt. En zelfs nog 30 van een 599. Maar dit was de laatste serieproductie. Handgeschakeld met dat metalen H-patroon. Lekker klikklak. Een romige 12 cilinder voorin. 485 pk. 5,5 liter. Ja, feest. Ja, en die cijfers, 5,5 liter V12, dat zit hier nog steeds tussen mijn oren en dat zal wel nooit verdwijnen. Het zijn cijfers die niet eens heel erg indruk maken hoor, vandaag de dag. Ik bedoel, alles met stekkers, hybride, het zal allemaal veel sneller en harder gaan. Maar dat boeit niet. Deze auto, die doet alles op souplesse, op kracht. En dan geef je nu in z'n drie gewoon. En dan gaat hij, en dan gaat hij, en dan gaat hij, en dan gaat hij. Lekker hoor! Ja, en meer cijfers. 0 tot 100, 4,5 seconden. Een top van 300 km per uur. Maar ja, hij heeft ook nog een andere top. Dat is maar 110 km per uur. En dat is wanneer het dak erop gaat. Ja, en dat wil je eigenlijk niet. Dit is een pure cabrio en zo is die ook gebouwd. Er zit een soort noodtent waar de eerste beste asielzoeker zich nog voor zou schamen. Die zit erbij. En daar ben je 3 uur mee bezig om dat ding erop te knutselen. Wordt allemaal niet. Dit moet je gewoon openrijden. En ja, dat is natuurlijk wel een nadeel. Met buienradar weet ik gewoon nog wel. Oké, het blijft het komende uur wel droog. Maar ja, toen die auto uitkwam in 2000, toen waren er geen iPhones. En toen was er ook nog geen buienradar. Dus ja, als je onderweg ging het regenen, dan had je pech. Ja, dit is nog een GT in de beste GT-traditie. Een Gran Turismo, waarin je in een Ferrari niet eens hard hoeft te rijden om te genieten. Natuurlijk, je hebt hier altijd rondom de wind in je haren. En dat is niet zo moeilijk. Kijk nou eens naar die voorruit. Die ligt heel schuin, heel laag. En eigenlijk zit ik altijd als een soort Fred Flintstone met mijn krullen hier boven het raam. Dus ik heb een gratis föhn. En er zitten wel overigens goed zittende sportstoelen in. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk maar één standje hebt. En dat is dit. Je kunt hem niet meer verder omlaag zetten. Het is niet hinderlijk, want je hoeft gewoon niet hard te rijden met deze auto. Ja, hij kan 300 km per uur, maar het lijkt me geen pretje eerlijk gezegd zo open. Och jongens, wat is dit fijn. Het is echt fijn. Klik, klak en we schakelen weer op en we geven gas bij. Ja, oké, het is Nederland, maar ik verzin dat zonnetje er gewoon bij. En hij stuurt echt mooi direct, dikke V12 voorin. Ja, het is 1600 kilo. Niet de allerzwaarste, ook niet, zeker niet licht. Maar je koopt hem niet voor zijn precisie. Het is geen circuitwapen. Maar het is wel een Ferrari die gewoon die smile op mijn gezicht tovert. En noem mij ouwe lul, al dat analoge. Gewoon knopjes waar je aan kunt draaien. Geen iPads, geen touchscreens. En 3 metertjes voor de benzine, voor de temperatuur, voor de oliedruk. Heerlijk. Oké, het past misschien niet helemaal bij de auto, maar we zijn nu toch wel aan wat meer geluid, zeker ook bij Ferraris gewend. En deze 12 cilinder is gewoon fluisterstil. Hij doet zijn werk. Je hebt natuurlijk ook best wel veel banden, maar vooral natuurlijk windgeruis. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat ik die 12 cilinder bijna helemaal niet hoor. Dus ja, een klein sportuitlaatje zou wel fijn zijn. Ik weet nog dat ze Tubi heette die uitlaten. Tubi-stijl uitlaten. Die zaten er heel veel onder die Maranello's. En daar klonk die wel heel goed van. Ja, hier kun je zien dat dit wel echt een andere auto is dan een standaard V50 Maranello. Je ziet hoe laag en hoe schuin dat raam ligt. Van tevoren is het misschien nog wel echt een standaard Ferrari V50, maar hier is die wel echt. Alles is anders. En Ferrari wilde ook echt iets anders. En ze hebben hem eigenlijk naar hun favoriete huisstylist gebracht, Pininfarina. Alle eigenlijk mooie klassieke Ferraris, ja, die komen van Pininfarina. Tegenwoordig doen ze het allemaal binnenshuis. Eigenlijk een beetje jammer, want Pininfarina heeft toch wel gezorgd voor heel wat speciaaltjes. Waaronder deze. Terwijl eigenlijk was van meet af aan dit wel een controversiële auto. Omdat het misschien niet een klassieke schoonheid is. Zo misschien nog wel als open auto, maar zeker met het dak erop, ja, was het eigenlijk niet om aan te gluren. Ze hebben zelfs nog een hardtop gehad,
Dat was niet van Ferrari zelf, dat was een aftermarket ding. Daardoor zag hij helemaal uit als een 550 met een bochel. Dat is ook niet mooi. Je moet hem eigenlijk alleen maar open hebben. En die 448 stuks waarop die gelimiteerd is, dat is een heel gek aantal. Want dat zie je eigenlijk nergens. Het is altijd 399, 499. Maar het zouden er eigenlijk oorspronkelijk 444 zijn. Dat had Ferrari uitgekozen, een mooi getal. En het werden er 448. Waarom? Vanwege de Japanse markt. Het getal 4 is kennelijk in Japan een ongeluksgetal. En Ferrari Japan die belde op. En toen zeiden ze bij Ferrari. Ja, goed idee. We maken er toch 4 meer. 448 van. Want ja, dat wilden ze liever niet. We hebben net die 488 Spider gezien. Die helemaal Ferrari atelier gespekt is. 25 jaar geleden was er gewoon niet veel te kiezen. Je kon de kleur kiezen, rood, geel, zwart, het interieur, zwart. Nou, hier is gekozen voor grijs, had ik dan weer niet gedaan, maar goed. De sportstoelen, die waren gekozen. En kijk eens, de dorpels zijn nog van carbon. En dat zie je nu misschien heel vaak en misschien soms een beetje overdreven. Maar voor die tijd was zo'n carbon interieur best iets bijzonders en een prijzige optie. En nog even over dat dak, dat vind ik toch ook wel nog geestig. Ik bedoel, Ferrari heeft best wel wat gezeur gehad met inderdaad het weinige bruikbaarheid van die auto. Dat ze de opvolger, de 575 Superamerica, die hebben ze met een heel ingenieus klapdak gemaakt. En ja, dat stond ook een beetje raar, maar dan kon je in ieder geval met elk weertype gewoon op pad. En toch, als je in de prijzen nu terugkijkt, ja, dan is de Barghetta veel bijzonderder en eigenlijk exclusiever dan de Superamerica. Ja, kijk, en wie mij niet gelooft, dit is serieus de tent. Nou, het regent en dan heeft iemand haringen bij zich. En dan ga je hier dus 2 uur pielen in een jachtige regen- of sneeuwbui om de dak erop te krijgen. Nou, dat doet dus wel geteld helemaal niemand. Ja, kijk even naar de staat nog van deze auto, hè. Hoe mooi het leer is. Hij heeft 3000 kilometer gelopen en zelfs hier zit alles nog in het plastic. Dus hij moet nog geunboxed worden. Ja, en elke keer als ik weer op gaspedaal of autoscoot aan het zoeken ben naar die 550 Maranello en dan klik je, heb je ze gevonden en dan doe je de duurste bovenaan, dan komen altijd die Barghetta's natuurlijk bovenaan. En dan val ik gewoon uit mijn stoel van de prijzen, want deze Barghetta's die hebben ook wel eventjes een behoorlijke tour gemaakt. Natuurlijk, een Ferrari is altijd duur, maar ja, de Barghetta was natuurlijk een speciaaltje, een gelimiteerde versie. En ja, dan moet je natuurlijk bij Ferrari extra bloeden. En dat deden de kopers destijds ook. Deze auto kostte in Nederland meer dan 500.000 gulden in 2000, 2001 dat die uitkwam. En toen we naar euro's gingen, dan praten we al over bedragen van dik over de ja, bijna 300.000 euro. Maar het grappige is dat deze auto zo in begin jaren nul helemaal niet zo populair was. En je zag dat ook een beetje terug in de prijzen. En ik weet nog, een van de origineel 7 Nederlands geleverde auto's, die was voor Herman Heinsbroek, de ex-minister van de LPF, die had er eentje gehad. En ik weet, degene die die auto van Heinsbroek heeft gekocht, was toen voor 135.000 euro. Was wel een beetje rond 2009 dat de prijzen een beetje op zijn laagst waren. Maar dat is wel een beetje de bodem van deze auto geweest. En als je nu kijkt, ja, 500.000, hè. 500.000, dat zijn ze op dit moment waard. En heb je dus een speciale kleur, dus een gele, een zwarte. Ja, dan zijn de prijzen misschien nog wel ietsje hoger. Dat is een hoop geld voor een auto zonder dak. Maar deze auto is altijd natuurlijk een beetje een speculatie of een beleggingsobject geweest, omdat de bruikbaarheid van de auto natuurlijk vrij laag lag. Omdat ja, je in Zuid-Frankrijk kun je hem rijden, in Marbella kun je hem rijden, in California kun je hem rijden. Maar hier in Nederland, dan moest je echt uit het raam kijken van, gaat het regenen vandaag? Wauw, vast niet. Dan kunnen we wel een stukje gaan rijden. Buongiorno. Zo, nou, de 550 Barghetta is weer terug bij Hoefnagels en wat een fijne trip down to memory lane. Zie je de smile? Deze jongen heeft genoten. Ja, dit was de Driver's Dream video van deze week. Laat maar weten of jij dit soort classics ook fijn vindt.
En dan zeg ik ciao, bye en op z'n Italiaans natuurlijk, arrivederci.